Theo, wat gaan we doen vanmiddag? Hallo, goedemiddag Dirk. Nou, we gaan een workshop doen, eetbare kruiden. Gaan we zeg maar vinden en dan ga ik een soepje mee maken. Zeg maar overleven in de natuur, hoe kortig cursusje, zeg maar. Ja, en we gaan ook nog, ga je allemaal bomen laten zien en de namen, maar ook een beetje de verbintenis met de natuur weer terug te laten krijgen. Dat is het doel van deze workshop. Denk je dat het ook bij Occupy hoort, terugbrengen naar de natuur? Ja, dat is een heel belangrijk iets natuurlijk. Want de mensen wonen in de bedonnen jungle. En ze zijn de verbintenis met de natuur, zeg maar, ook bijna kwijt. Hoop mensen. En ik werk met kinderen in Meijden. Als je daar ziet, zeg maar, hoeveel weinig kinderen. Ja, de meeste zijn in het bos geweest. Maar er zitten gewoon kinderen bij die dus nooit in het bos zijn geweest in het park. Nou, kan ik niet bevatten. Dus, en ik denk dat er meerdere mensen in de stad zouden zitten die de verbintenis met de natuur niet meer zou kunnen ervaren. Oké, kom op, dan gaan we aan de gang. Ja, doen we. Hier, je ziet langs de kant van de weg staan vaak ontzettend veel kruiden. Zeker als er net gegraven is, dan komt er een ontzettende diversiteit aan planten. Soms al 30 op een vierkante meter. Ook de microplantjes rekenen dan mee. Maar goed, dit is al een tijdje, ligt al zo. Maar je ziet al, je ziet ontzettend veel kruiden. En dit is smalle heen. En dit is heel goed eetbaar. Je hebt twee soorten, zowel smalle en een brede weegbree. Ik geloof dat dit zelfs de brede is, als ik me niet vergis. Kijk, is dit de brede? Nee, dit is niet, dit is volgens mij ook de smalle. Maar in ieder geval, deze is heel goed tegen brandnetels. Als je gestoken bent naar brandnetels, dat je dit dus kneedt. Dan ga je kneuzen zo. En dan zorgen dat de sappen eruit komen. En dan smeer je het erop. Nou, dat wordt sappig. Nou, dan lijkt je dat zit, komt niet meer aan. Dus meteen, ben je bijna meteen van je brandnetelstekel af, zeg maar. Je ziet, er staat ontzettend veel hier. Dit is een muur. Watermuur. Dit kan dus ook in de soep. Watermuur, dat is ook een plantje. Nou, is ook heel gezond. Ik heb trouwens nog wel even een foldertje bij me, of een wat boekjes bij me. Dan kunnen we even de geneesprachtige kruiden zo erbij halen. Die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat is dus een muur hier. Kijk, wat is het? Duizendblad. Die staat hier ook. Nou, ruimschoots is die hier aanwezig. Dit is, je weet misschien wel waarom dit duizendblad heet. Duizenden blaadjes, duidelijk te zien. Hier dus, ik ga nog eens even kijken wat het paardenbloemblad is. Dat moet hier ook staan. Even kijken, dit is volgens mij paardenbloemblad. Nou, ook ja, dat ken ik ook, dat is zo. Ja, dat mag duidelijk, dit mag ook in de soep. Eigenlijk alle planten, of alle planten die je in het bos ziet, is eigenlijk bijna, nou ik denk dat je zeker 90% kan je eten. Is eetbaar. Een enkele is gisteren. Niet 99? Nee, ja, 99, 85, nee, dat niet. Dus inderdaad, dus ik schat dat in zo. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar zeker 90% kan je eten gewoon. Meer wel dan niet. De weegbree kunnen we plukken. Kunnen we wat weegbree plukken? Ja. Dan gaan we lekker van de soep. Zoek lekkere blaadjes uit. Liefst jonge blaadjes. En hier gaan we nog. Ja, dat is prima, joh. Oké, we zijn hier een stukje verder. Er staan natuurlijk ontzettend veel plantjes die ik ook nog niet weet. En dat geeft niet. Dat komt allemaal langzaam wel. Maar ik wou deze boom even laten zien. Ja. Je ziet eigenlijk dat een boom, als je misschien je korstmossen, je ziet een hele eigen biotoop creëert een boom. Daarom is het belangrijk ook, als die bomen worden weggehaald, en met zeker over tropisch regenwoud komen, zo'n biotoop komt, eigenlijk kan je een nieuwe boom neerzetten, maar die komt eigenlijk niet meer terug zoals die was. Dus eigenlijk gaan dingen verloren met de boom. Eigenlijk hoe de kringloop van een boom is, zo dat in het kort, in het klein, zo zouden wij met z'n allen eigenlijk moeten gaan leven. Dus de bladeren is eigenlijk afval van de boom. Zo zouden wij ons afval ook niet moeten gaan produceren. Ja, dat doen wij ook, we gaan naar het kerkhof. Ja, het kerkhof, ja. Maar je zou wel dingen kunnen maken.
Die bladeren worden trouwens weer opgegeten door beestjes, insecten, bacteriën, die ook weer een eigen biotoop creëren eromheen. En zo gaat dat in allemaal lijve takkingen gaat dat door natuurlijk. Steeds kleinere biotopen tot het microcosmos eigenlijk door. En wij zouden dus eigenlijk onze spullen ook moeten ontwerpen, dat ze makkelijker, dus gewoon als ze zeg maar niet meer nodig zijn, hup, gooi ze in de natuur, dat lost vanzelf weer op. Dus Oostenrijkers hebben geloof ik, ingenieurs hebben dat bedacht, food is waste and cradle to cradle. Misschien wel bekend voor de meeste mensen thuis. Maar goed, deze korstmos heet dit. Die kunnen dus, nou deze is dus ontzettend oud al. Ik geloof dat zo'n korstmosje kan al 30 jaar oud zijn. En een korstmos is een symbiose tussen een schimmel en een alg. In het klein. Ja, een soort koraal, maar dan buiten het water. Ja, eigenlijk zo zou je het wezen kunnen zien. Heel veel dingen die in het water komen ook weer op het land. Je hebt ook zeeslangen en je hebt ook zeespinnen en zeeslakken natuurlijk. En zo zullen heel veel planten zijn inderdaad ook, wat je, daar lijkt het een beetje inderdaad op. De parasiet? Nee, want zeg maar, dit is de symbiose tussen de alg en de schimmel. De schimmel die eet geloof ik wat de alg weer uitstoot en andersom. Ook wat hij uitademt, geloof ik een beetje. Ik weet het niet precies 100% meer uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, dat is dus de symbiose. En dat is dus geen parasiet dit. En dan heb je ook nog van die, je hebt heel veel soorten korstmossen. Maar je hebt ook nog andere mossen die op de bomen zitten. En die, ja, dan kun je zien als er hele frisse lucht is. Als daar geen, met de steenkool heb je een bepaalde verbrandingsproces. Heb je zwavel geloof ik in de lucht zit. Nou, dan, je gelooft dat in de jaren 30, 40, 50 heel veel van die mosjes, haarmossen bijvoorbeeld, dat is allemaal uitgestorven. Omdat het zeg maar door die zwavel in de lucht. En nu is de lucht weer frisser geworden, komt het allemaal weer terug. We zijn nu in het Haagse Bos zelf. En hier gaan we de zoektocht naar de eetbare kruiden verder maken. Kijk, daar zit er een bij een boom naar. Ja, het wordt al donker, hè? Hebben we nog een beetje licht genoeg? Ja, oké, okay, het gaat nog lukken, zie ik. Ja, het is wel interessant, zo'n zoektocht, dat je allemaal eetbare dingen kan vinden in het bos, vandaag de dag. Hè? Het is 18, 12, 14, 16, 18, 20. 20 meter, 25 meter. Schat je dat zo, naar je eigen lengte? Ja. Ja, ja, je kan het dus in deuren denken. Als je bedenkt dan hoe hoog is een deur ongeveer. En het projecteert op de deur, op de boom bedoel ik. En dan kan je in principe kan je de hoogte heel goed inschatten. Oké. Okay. Ga je dan klimmen? Ja, ik klim regelmatig in bomen natuurlijk met die kinderen. Ik zit er zelfs verstopt in Meijendaal. En dan zit ik helemaal bovenin met een cape om. En dan heb ik een fluitje. En dan fluit ik zo. En dan komen de kinderen, juffrouw komt de kinderen brengen. En dan laat ik ze natuurlijk eerst vier keer onder die boom doorlopen. Want die zitten helemaal ingevouwen in die bruine jas. En af en toe fluit. Ja, daar is het geluid. Hè? En dan komen ze weer terug. En eindelijk zien ze me dan. Ja, piek, koek, koek, zeggen ze allemaal. Dat is een teken van de juffrouw dat ze inderdaad dat me gevonden hebben. En dan gaat de dag beginnen. Oké, ja. Oké. Zeg, het was hartstikke interessant. En dan zo dadelijk op naar de soep, hè Theo? Ja, dan gaan we een heerlijk soepje maken van al die kruiden. Volgende keer kom nog een keer mee. Dan zal ik wel wat meer dingen laten zien als je het leuk vindt. In ieder geval iedere zondag om 3 uur hebben we een HOCT workshop. Dus kom gezellig langs. Het is gratis. En nou, je hebt een leuke tijd. Je leert een hoop dingen. En je leert mensen kennen. En volgende keer deel 2 denk ik. Hè? En ook nog soep na afloop van de wandeling. Hè? Een heerlijk kruidensoepje maken. Ja. Hey, en vond je het leuk? Ja, ik vond het hartstikke leerzaam. Ik vind het ook bijzonder dat je gewoon 90% van het bos kan eten. Dat vind ik bijzonder, ja. Nog wat mooie foto's kunnen maken ook? Ja hoor, en best wel leerzaam. Ik wist niet dat er zoveel was in het bos. Dus. Nou, ik zou zeggen, Elvis, gratis soep straks, hè? Ja, sowieso, ik vind het leuk. De natuur hoort bij de mens. We kunnen er niet zonder. Ik vind het prachtig natuur. Ja. En jij gaat zo weer naar de populiere weg, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, ik ga ze vast omzagen thuis, denk ik. Want ik heb mijn doosje lucifers is ook leeg. En daar worden lucifers worden van populiere hout gemaakt. Ja, Okay, wij zijn al in het Haagse Bos. Wij gaan zo verder naar het paleis. En dan gaan we eens even kijken of we de dag kunnen doornemen met Hare Majesteit.